probeer altijd wel zoveel mogelijk objectief. Nee, niet laten zien die. Dat heb ik nou net verzwegen allemaal. Werd je 50 of niet? Een paar jaar geleden. Hadden ze een pingwingpak aangedaan, moest hij hem vlaggen. Ik ben op zoek naar het lulletje van de week. Oh, die heb ik vaak zat gehad. Hebben we er een foto van? Nee. Ja, misschien hebben we die ergens. Ja, maar dan moet ik heel ver terugkijken, denk ik. Dit is NEC 3, een topclub. In de zesde klasse. Lager kun je niet zinken in het Nederlands amateurvoetbal. Toch hebben de jongens er plezier in. Ze vechten voor elke meter gras. En na 90 minuten wacht in de kantine een lekker glas koud bier. Zondag om een uur of één. En dan drinken we samen. Nee, echt nooit alleen. Blijf even staan, want ik heb een vraag. Dat mag. Ik ben op zoek naar het lulletje van de week. Het lulletje van de week? Ja. Nou, dat zullen we toch heel even deze wedstrijd moeten afwachten. Want ik denk dat er nog wel een aantal spelers rondlopen die een paar foutjes kunnen maken vandaag. Maar weet je wie hem heeft? Volgens mij is dat denk ik kwijt. Toch? Staat hij niet bij... Het is alweer een bijzondere dag vandaag, want het is zondag. En bovendien de dag waarop de laatste competitiewedstrijd wordt gespeeld. En traditioneel wordt dan het seizoen afgesloten met, ja oké, bier natuurlijk, maar ook met een buffetje. En daarom zijn deze heren onder het toeziend oog van Truus al vroeg in de weer. Maar er wacht natuurlijk ook nog gewoon een wedstrijd, die tegen AWC. Dus is het aan Jan om de laatste aanwijzingen te geven. Het is de laatste wedstrijd. Maar we willen die ook winnen natuurlijk. Ja, doe het samen, doe het met elkaar. En dan kunnen we straks lekker met z'n allen, als het zonnetje schijnt, buiten zitten. Genieten van een drankje, van een bordje, wat te eten erbij. Kindjes lekker spelen. En dan is het seizoen perfect. Ja. Succes, boy! Na de wedstrijd een buffetje, een springkussen voor de kinderen. Waar doet een armlastige amateurclub die het ook nog eens zonder kantineinkomsten moet stellen dat allemaal van? Toch niet alleen van bij elkaar geraapt statiegeld. We moeten niet als kruidenier gaan handelen, want dan gebeurt er helemaal niks meer. Nou, ik denk dat we wel als kruidenier moeten handelen, dat we anders geen poen in het zak hebben als we keer worden afgelopen. Nou, ik geef graag aan iemand 15 als je een bord bijbrengt voor 3 jaar. Dat klopt. Daar is het antwoord. NEC 3 zit met 3 man stevig verankerd in de sponsorcommissie. Wil je op eigen benen staan, moet je toch een bepaald budget behalen per jaar om de club gezond te laten blijven. En we mogen echt niet klagen voor het eerste jaar dat we dus op eigen benen moeten staan. Maar het moet eigenlijk wel beter. Ja, vroeger waren er natuurlijk nog de kantineinkomsten. Ja, maar die zitten hier ook niet bij. Die missen we ook. En dat is dus eigenlijk het nadeel van hier. Op een zaterdag en zondag, NEC 3 bijvoorbeeld, die de kas goed spekt voor de kantine. Ja, dat geldt voor ons helaas niet, omdat Ivy hier de boer in handen heeft. Ja, en dat scheelt dan inderdaad letterlijk een slok op een borrel. Ja, precies. Ja, inderdaad. Als binnen dit clubje iemand is die graag commerciële activiteiten wil verrichten voor ons tegen een bepaalde commissie, graag zelfs. Want wij hebben er allemaal haast geen tijd meer. Ik heb er zeker geen tijd voor. Ik kan niet tegenover mijn baas verantwoorden dat ik zeg, jij moet dan vrij en ik ga ook niet mijn vrije dagen, want ik dit te weinig voor opnemen om een dag op bad te gaan. En hoort dit voor jou nou ook bij clubliefde? Ik ben geen NEC'er eerlijk gezegd. Nee, ik doe dit met plezier en ook omdat ik me hier goed thuis voel. Dus als ik ergens mijn steentje in kan bijdragen, dan doe ik dat graag. Ik hoef niet op de voorgrond of wat dan ook. Ik doe het liever gewoon lekker op mijn eigen manier. En dan vind ik het hartstikke leuk om te doen. Dan de wedstrijd. We zijn amper 6 minuten onderweg als dit voorzetje van Sven tot een doelpunt wordt gepromoveerd door een AWC-verdediger. Het is alweer 1-0. Een paar minuten later is het al 2-0.
Sergiano stormt op tot de achterlijn, lijkt dan de bal in te leveren, maar gepruts in de verdediging geeft hem alsnog de gelegenheid te scoren. Na 12 minuten wordt het 3-0. Sergiano pikt een balletje van Stijn op, dreigt naar binnen en past op Donny die randje buitenspel staat. Maar hij mag door en schiet raak. En Donny heeft dan nog een klein kansje om topscorer te worden. Joey ziet zijn voorsprong in het topscorersklassement slinken. En probeert het ook maar eens. Nou, poepoe, hoog over. Hier lukt het scoren niet. Zou hij al wel een tattoo hebben gescoord? Ik kan ook de kibbelen, Joey. Staat allemaal niks voor, jongen. Hij kijkt geïnteresseerd toe, maar gaat de eeuwige twijfelaar nu eindelijk overstag. Zoek gewoon kunst eigenlijk, hè? Ja. Ik heb wel eens met die kleine van mij Donald Duck proberen na te tekenen. Dat valt vies tegen. Ja, dat ligt nog niet op een eend. Maar dan komen de horrorverhalen. Normaal was het 20 minuten, maar hij moest nog twee keer flauwvallen ondertussen. Kijk, ik had even niet ontbeten. En ik was de dood voor naald, dus echt die plek en dan kom je dichterbij. Ja, dat was ik mijn eerste. Ah, dat had hij nou net niet moeten zeggen. Ik zou je vertellen, jongen, vroeger was ik zo gek als een ui, dat boeide me niks. En nou, oh, jongen, als ik mijn eigen kwartier laat dat weer ben kan janken. Ik kan er niet meer tegen, ik kan er niet meer tegen. Hij dan niet, hoe meer je hebt, hoe dat, dat lijkt dat meer pijn gaat doen. Kijk hem denken, als zelfs die beer van een Wesley. Ik heb één keer 7 uur gedaan achter elkaar en toen was het wel echt... Ik heb, weet je wat het is, jongen? Ik tatoeëer ook altijd maar 3 uurtjes of zo. Ja. En dan stopt het me. Dat is wel, ja. 3 uurtjes en dan is de max. Ja, bij mij moest toen af. Ja, ja. 6,5, 7 uurtjes. Ja. Toen reed ik naar huis vanuit de Ahoy was daar. Hmm. Ik had het koorts altijd. Ja, maar dat krijg je ook, hè. Koude koorts, jongen. Oef, ook nog koude koorts? Ja. Na een kwartier het eerste speldeprikje van ABC. Maar het schot van grote afstand levert geen problemen op voor Jeffrey. Die nog steeds onder de lat staat als vervanger van Jeroen en Bob. Na een goede paas van Sven krijgt Joey weer een kans. Maar waar hij anders zo cool is, mist hij nu jammerlijk. Dan probeert ABC weer wat terug te doen. Een aanval over rechts. Het is een mooi subtiel balletje. Maar het schot houdt het midden tussen een voorzet en een doelpoging en gaat dan uiteindelijk voorlangs. Ook René heeft gezien dat dit gewoon een doeltrap oplevert voor NEC 3. Het clubpie waar hij alles voor over heeft. Dus is hij ook de vaste grensrechter. Maar houdt ook een klein beetje mijn conditie op peil. Dus af en toe rennen die jongens wel een beetje erg hard. Wat moet je allemaal kunnen om een beetje te kunnen fatsoenlijk te vlaggen? Nou, de eerste is een beetje de spelregeltjes. Dus, en die veranderen nog wel eens tegenwoordig. Dus het is een beetje gewoon via de tv een beetje meekijken van hoe en waarom vlaggen ze en wanneer vlaggen ze. En, het is niet zo dat ik er een cursus of iets voor gevolgd heb. Nee, dus. Oh, je doet maar wat? Ik doe maar wat eigenlijk, ja. Dus, en hopelijk altijd in ons voordeel. Soms wil ik nog wel eens een keer reageren van je kunt een vlag ik of iets dergelijks. Maar, of als je beter kunt, moet jij hier komen staan. Maar dat is het. Ik ga niet op schuilpartijen of weet ik wat allemaal. Dat ga ik niet hebben. Dus, Ik probeer altijd wel zoveel mogelijk objectief. Nee, niet laten zien die. Dat heb ik nou net verzwegen allemaal. Werd je 50 of niet? Een paar jaar geleden. Hadden ze hem een pingwingpak aangedaan, moest hij hem vlaggen. Hadden de jongens als verrassing voor hem gedaan. Daar was je wel blij mee, of niet? Ja, zeker, zeker. Dat soort dolletjes horen van de pijpers. We zijn ruim 20 minuten onderweg als Sven dit steekpaasje geeft. Joey heeft de knop inmiddels omgezet, brengt hem mooi onder controle en schiet in de verre de 4-0 binnen. En met zijn 30ste van het seizoen zingt Joey weer het hoogste lied. Marcel, Danny, Jan, ja, die kunnen er wat van. 11 uur dan gaan. Ja,
is precies zoals dat beschreven is, zo gaat het ook. We komen allemaal bij elkaar 's ochtends. En dan om 11 uur gaat het los. En dan op de velden in het bos. Ja, dat klopt allemaal, de Goffert ligt midden in de bossen natuurlijk, de Eendracht. En dan een kratje voor na de wedstrijd, bij winst of verlies, dan gaat het kratje gaat op. Dus niks aan gelogen, zeg maar. Ja, we moeten een videoclipje opnemen, vind ik. Vanaf het veld, vanaf de trap naar beneden, de kleedkamer in, de kleedkamer weer uit, naar boven, de kantine in. En dan gezellig met z'n allen een biertje drinken en het nummer meezingen. En voorbij is het gezeur, drie kwartier er tegenaan, zie het kratje daar al staan. Nou was zie een beetje te laat. Ja, en dan er zingen in plaats van daar. Mocht het een hit worden, dan spreken we elkaar in Ahoy, hè? Eerst maar eens terug naar de Eendracht, want hoewel er geen vuiltje aan de lucht lijkt voor NEC, snijdt deze aanval van AWC toch wel heel makkelijk door de defensie. Zorgwekkend, maar gelukkig is het schotje slap en de redding eenvoudig. Na 32 minuten geeft Stijn deze paas op de stropdas van Donny. Die kapt zijn tegenstander uit en schuift de 5-0 binnen. En als Donny hier de bal binnenhoudt en hier geen overtreding maakt, dan gaan we op weg naar de 6-0 binnen 40 minuten. Vincent paas op Joey, die legt terug en tot zijn verbazing mag Donny helemaal vrij aanleggen en loopt hij weer een treffer in op Joey. De scheidsrechter helpt nog een keer een handje als hij deze hensbal van Joey over het hoofd ziet. Het mag door en dan is de topscorer niet zelfzuchtig en laat zijn grootste concurrent scoren. Donny krijgt de felicitaties, onder meer van Glenn. Vlak voor rust dan nog deze paas van diezelfde Glenn over de hele naar Donny op de rechtervleugel. Hij lijkt te hard, maar Donny houdt hem binnen en geeft op zijn beurt voor naar Joey. En ditmaal, met het gepingel en de tricks die we van hem gewend zijn, gaat hij met succes wel voor eigen succes. 8-0 bij rust. Ook zo benieuwd naar wat onze jongens van deze eerste helft vinden. Goede keeper. Ja, ik weet niet wat die zou kunnen zijn. Het zijn er nu 8, hadden er wel 10 of 12 kunnen zijn. Dat maakt verder niet uit. We spelen gewoon lekker. Nogmaals, het is ook een tegenstander om zo te voetballen. Die jongen doen ook verder geen moeite echt. Maar wij was, wij gaan gewoon verder. Dat belooft nog wat voor de tweede helft. En kijk eens wie daar in de dugout is komen zitten. Bob is zowaar komen kijken. Vanaf de winterstop heb ik ook wedstrijden gespeeld omdat de keeper geblesseerd is. Vandaag was dat niet nodig. We hadden spelers genoeg. En ik zit vanmiddag weer op de bank bij het eerste. Dus dat is prima. Maar ik wilde wel gewoon altijd even bij zijn. Zeker omdat vandaag de afsluiting is. En nadat ik straks bij het eerste heb gespeeld, dan ga ik gewoon aansluiten bij de jongens om een lekker biertje te drinken. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, Bob. Maar hoe staat het eigenlijk hiermee? Mochten we eerste, tweede, derde, vierde worden. Oké, die belofte staat. Noteert u even mee. Het eindfeest van het derde ga ik zingen met alles erop en eraan. Danseressen, striptease, alles erop en eraan. Kom ik zingen. Geen probleem. En dat is uitzonderlijk, gratis. En de stand leert dat ongeacht de uitslag van vandaag Bob aan de bak zal moeten. Kijk maar. NEC wordt minimaal tweede en heeft nog een miniem kansje op het kampioenschap als Kwik tenminste punten laat liggen. Ja, nee, gratis zingen ga ik sowieso. Dat staat op het programma, dat komt ook op de poster. Dus de Nijmeegse Neil Diamond is daar zeker bij. Ja, 100%. Oké, en de rest? Ja, de rest. Ik verwacht dat de Gebroeders Knipping ook wel een nummertje gaan doen. Want er is een DJ en die zou microfoons meenemen. Dus nou ja, in principe moet dat ook wel te doen zijn. Dus nee, dat gaat helemaal goed komen. Oké, en de danseres en de striptease? Ja, misschien na 12 uur, maar daar doe ik op camera geen uitspraak over. Na de rust gaat Nick Jansen eerst 10 minuten warmlopen en Jeroen 10 minuten warmlopen. Jan geeft inmiddels al aan wie er in de tweede helft gewisseld gaan worden. Want keeper Jeroen, al lang geblesseerd, wil toch nog graag minuten maken. En dat kan natuurlijk. In zo'n vriendengroep doet niemand daar moeilijk over. Voetbal is bijzaak, vriendschap staat voorop. Blijf elkaar zoeken, blijf die goals maken.
Nou, dat is een fest van mijn club, de Dirty Sons. Wij zijn eigenlijk een vriendengroep die eigenlijk iedere maand een keer samen een mooie rit maken. En één of twee keer per jaar een leuk weekend vieren. Daar zijn we klaar voor. Het zijn leuke jongens. Wij zijn geen raakloop, gewoon echt een vriendenclub zijn wij. Daarvoor staat het ook. We zijn een MVC, geen MC zoals je wel eens in het nieuws hoort. Maar we zijn een MVC, een motorvriendenclub. Als de rest van de club het goed bevindt, vooral de raad, zeg maar, dan kun je volwaardig lid worden. Dan hoor je erbij. Dan hoor je erbij, inderdaad. Ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben waar je echt samen het lieve leed mee kan delen. Mensen die altijd voor je klaarstaan. En dat, en dat is zowel hier als bij NEC3 natuurlijk zie je dat heel erg terug. Met het herseninfarct van mijn vader, moeilijke tijden, dan heb je toch heel veel steun aan jongens. Die af en toe eventjes opbellen, gewoon puur om eventjes... even te vragen hoe het met je gaat. Ze komen even een keer naar je toe. Ook bijvoorbeeld als iemand gaat verhuizen, dan staat de hele club klaar om te helpen. Van alles wat je met je familie doet, dat doe je ook met de club, zeg maar. Vandaar is dat je ook zeg maar, elkaar op den duur broeders noemt, als familie. En hoe houd je die familiesfeer in een voetbalteam? Juist, met een teamuitje. We gaan bowlen! Waarom bowlen? Omdat ik dan de meeste mensen meekrijg. Is dat zo? Gaan we iets anders doen, dan haken ze toch vaak af. Oké. Okay. Ja, bowlen is toch hetgeen wat de mensen het meeste doen. Met een biertje erbij natuurlijk. Het is een standaard uitje met voetbalteams natuurlijk. Hè? Bowlen hoort er een beetje bij. Het is gewoon een team dingetje. Ja, ja. En het is gezellig onderling, dus ik denk dat het daarom gaat. Hè. Het is gewoon een leuk spelletje. We zijn toch bezig met een bal, net zoals met voetbal. Ja. We zijn allemaal gedreven om te winnen. De een net wat meer dan de ander. Maar ja, we vinden het gewoon leuk om te doen. Vooral ik zelf. Ik ben altijd met bowlen wel erg fanatiek. Ik wil eigenlijk met ieder spel eigenlijk altijd wel winnen. Of nou voetbal is, bowlen, een bordspel. Ik kan slecht tegen mijn verlies. Ja, behalve gezelligheid is het ook teambuilding misschien? Ja, zeker. Zeker teambuilding, tuurlijk. Want ik denk dat je de beste prestaties hebt natuurlijk als je een leuk en gezellig team hebt. Dus ja. Dat is absoluut belangrijk. Ja. En daar zijn dit soort dingen hartstikke goed voor. Ja. En ook even leuk om gewoon even alleen met de jongens weg te zijn. Ja. Het is leuk dat wij van activiteit doen met het team. Ja, verder gaat de gezelligheid gewoon voorop. Straks nog even een drankje met z'n allen en dan hebben we denk ik wel goed afgesloten. Hoog tijd voor de rondvraag. Liever uitslapen op zondag of 's ochtends in alle vroegte een wedstrijdje spelen? Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden. Domme mensen die een vraag stellen. Oh, okay. En bedankt jongens, stelletje bij de handjes. Maar ik stel die vraag natuurlijk niet voor niets. Ik ken jullie zaterdagavond een beetje. En af en toe moet het toch wel pijn doen, of niet? Heel pijn. Vanochtend deed het ook weer pijn, maar ja. We zijn er wel weer. Dat heb je er wel voor over. Ja, ik heb niet meegedaan vandaag. Heb je ook minuten gemaakt? Nee. Hij stond in de keuken. Ik stond in de keuken. Om balletjes te draaien. Dan kon ik uitslapen in de keuken. Juist, ja. Ja, maar dat doet zeer als je wakker wordt op zijn grillplaat. Tot slot, als kers op de taart nog even dit. Ik ben op zoek naar het lulletje van de week. Oh, die heb ik vaak zat gehad. Meen je dat? Ja. Ah, kijk, hier hebben we er een. Dan weet je in ieder geval hoe die eruit ziet. Ja, maar sinds dat ik niet meer voorin sta, krijg ik hem niet meer. Hè? Nee, maar dus, ik wil wel weten hoe die eruit ziet. Ja, hoe ziet hij eruit? Het is, is zo'n houten bokaaltje met een ene grote, mag ik dat gewoon zeggen, penis ja, of niet? Ja, gewoon een enorme penis eraan. Okay. Dus dat is het lulletje van de week. Maar waar die is gebleven, dat weet ik niet meer. Maar ik begrijp dus, hij is eigenlijk spoorloos. Ja. En je weet niet waar hij is? Nee, ik heb hem niet. Hij past niet bij het interieur, dus dat gaan we niet doen. Hebben we er een foto van? Nee. Ja, misschien hebben we die ergens. Ja, maar dan moet ik heel ver terugkijken, denk ik. Dit is hem dan, het lulletje van de week. En sterker nog, we weten ook waar hij is.
Volgende week in Kratje Kelderklasse. Jij bent de schuldige. Ben ik de schuldige? Jij bent de schuldige. Waaraan? Het lulletje van de week. Het lulletje van de week, ja. De vrouw die denkt dat die mogelijk eens keer is opgeruimd. En het ergste vond ik als je daar tegen de rekken gevoerd wordt bij betaald voetbal. En je moet de benen worden uit elkaar geschoppen, de armen worden uit elkaar getrokken. En je wordt helemaal gefouilleerd. Dan lopen de mannen langs en lopen te lachen. En dat vond ik het ergste. Tot dan.